Ik ben in Amsterdam bij het atelier van schilder en acteur Jeroen Krabbé. Jeroen Krabbé speelde in de film Farinelli over een 18e-eeuwse kastraat de rol van Hendel. Het Nederlands Kamerorkest speelt binnenkort een programma met alleen maar muziek van Georg Friedrich Hendel. Ik ga erover praten met Jeroen Krabbé. Hallo Jeroen. Hallo Marijn. Dit is het oude atelier van Breitner. Prachtige plek. Het is mooi, hè? Dat raam zie je ook goed van buiten. Ja, het is ook gebouwd als atelier. Want in wezen zou daar eigenlijk de volgende verdieping moeten beginnen. Daar zou het plafond moeten zijn. Maar ze hebben er een halve verdieping eigenlijk opgemaakt. Oh ja, dat zie je aan de buitenkant. Ja, ja. En het raam is op het noorden. En het is gebouwd in de jaren 80 van de 19e eeuw. Dit is Breitner zelf. Ik heb Breitner teruggebracht in het atelier. Want ik vond dat hij er tussen Picasso en Cézanne moest hij instaan. Omdat ik wel vond dat hij in zijn eigen atelier weer terug moest komen. Vind je niet? Ja. Je hebt gezegd, Farinelli is een van je lievelingsfilms. Ja. En was ik heel erg benieuwd waarom. Ik vind de muziek ongelooflijk mooi die erin zit. Ik vind de periode heel interessant. Ik wist niks van die Farinelli af. En ik vond dat ontzettend leuk. Het is heel leuk om in een geschiedenis te duiken die je niet kent. En van Hendel wist ik ook niks. En toen ben ik tot vervelend toe, mag ik wel zeggen, Hendel gaan draaien. Echt 10 uur per dag Hendel draaien. En daar word je helemaal krankzinnig van, maar dat raad ik niemand aan. Wat gebeurt er met 10 uur? Ja, ik vind dat wordt het verschrikkelijk. En het erge is daarvan, terwijl ik die muziek dus heel mooi vind, dat op een gegeven moment ga je dingen herkennen. Denk je, oh, heeft hij dat weer gebruikt? Heeft hij dat weer gebruikt? En er werd natuurlijk door alle hoven in Europa gefêteerd. En hij had een bekendheid die aan de Beatles ongeveer grensde. Dat soort populariteit. Daardoor heb ik hem gespeeld als een soort opgeblazen kikker. Ik vond dat hij zichzelf veel belangrijker moest vinden dan hij misschien wel was. En dat kwam omdat ik dat ontdekte voor mij in de muziek. Nou, het fascinerende is dat iemand dus een ongekend talent heeft. Hè, Hendel, echt ongekende mooie dingen heeft gemaakt. Maar ja, als je dan valt in de val van populair worden en door iedereen maar gevraagd wordt om muziek te schrijven, dan gaat er misschien een beetje originaliteit van af of zo. Adembenemend mooi. Hoe zag de pruik eruit? Ja, nee, er is ook een foto zonder pruik bij. Van de opname. Ik heb zelfs een suikerzakje van Hendel gevonden. Oh, het theater. Zo mooi. Ja. Het feit dat je je zo verdiept in iemand en in een periode, dat is op zich enig. Dat is echt zo leuk. Dat vind ik fantastisch. En gewoon, terwijl ik het script las, alleen maar Hendel gedraaid. Alles wat ik van hem te pakken kon krijgen. Het is een enorme verrijking. En een acteur heeft natuurlijk die leidt een extra leven naast zijn eigen leven. Die kan dus dingen doen die je niet in je leven kan doen. Het Nederlands Kamerorkest speelt een programma met aria's en duetten van Hendel op 25, 27 en 28 september in het Concertgebouw onder leiding van Gordon Nikolic met sopraan Lisa Larsson en alt Nathalie Stoetsman. Voor meer informatie en kaartverkoop kijkt u op orkest.nl.